Hallo iedereen, welkom bij Cat Kitchen. We gaan vandaag een macaroni, Italiaanse macaroni, dus dat past ook wel. We hebben gebracht, Sofivo, een macaroni met champignonnetjes en saus en de kruiden, dus we nemen jullie mee, tot zo. Hallo iedereen, welkom bij Cat Kitchen. We gaan vandaag een macaroni, Italiaanse macaroni, dus dat past ook wel. We hebben gebracht, Sofivo, een macaroni met champignonnetjes en saus en de kruiden, dus we nemen jullie mee, tot zo. Eerst even kijken, ik wil jullie zo van heel warm zijn, want deze zijn best, dat is tegenwoordig helemaal nieuw. Ik snap ook niet echt waarom, maar ik ben dat niet uit. Als het maar werkt, dan gaat het om. Zo, het regelt kilo misschien wel iets meer zelfs. Het ziet er nou uit dat het iets meer kilo is. Het zit ook een stuk losser dan in een bak gehakt, in een doosje gehakt. Maar is het zelfs nog iets meer dan een kilo? Ja, het is 1,2. Dat is wel heel veel eigenlijk. Kan je een stukje naar achter zetten, dan kan je het goed zien. Even de telefoon pakken. Een shout-out doen naar Lucilla, Vara, Daniel. Dus yes, ook als je dat heel klein hoor. De kruiden. Dus paprika poeder zoals jullie kunnen zien. Ook currypoeder en gaat er doorheen, ook gaat de ketchup doorheen, dan heb ik hier ook nog staan ketchup manis. Even de kruiden er doorheen gooien.
wat jullie thuis zien, ook de groente er doorheen doen als het gehakt klaar is. En dan gooi ik de groente erbij en dan neem ik jullie daar ook weer mee. Tot zo. Zo, het gehakt is er klaar aan. Nu gaat de macaroni erbij. Als jullie je afvragen wat ik aan het kijken ben, ik ben Benny aan het kijken. Trouwens, het twee keer. Heel even de muziek wat zo. Een vliegje onder het aanrecht en dat hoort er natuurlijk niet. Gaan we naar volgende bak, een stukje. Jammer dat ik niet meer lijk op koken, jongens. Ik heb te weinig internetverbinding om bij te kunnen kopen. Überhaupt vind ik wel jammer. Ja, dat is niet anders. Ik moet dan roeien met de riemen die ik heb. Ik heb hem al verhoogd, mijn internet. Maar ik wil niet die knop, maar kan ik daar niet op de hele rij. Even water erbij.
beetje pasta saus gaat ook gewoon lekker doorheen. Ik maak het potje echt helemaal helder. En ik doe het bewust. Want zo blijft er geen pasta saus meer in. Eentje schuldig gewoon die keer in de ruim. Ja. Deze gaat terug in de kast. Voor de kruiden. Zo. En dan kan ik jullie zien als het helemaal klaar is, dat ik jullie zien hoe het macaroni eruit ziet. Tot zo! Zo, zo is de macaroni geworden uiteindelijk. Hij is helemaal klaar, goed zit erin. Er zit ei in, macaroni zelf, pasta saus. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan zeker even die duim omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal, Kattenbende Vlogs. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei en later.